Motorendraai warm voor de Belgische finale op het Hoornsbergdam-circuit in Genk in de categorie X30 Senior. We hebben Adrien Renaudin die met startnummer 94 op de pole position staat na de snelste tijd te realiseren in de kronoritten. Voor Marco Paul uit Duitsland en Mike Bartels, 37 uit Nederland. Start vrijgegeven in deze eerste heat met een vochtig circuit. Ah, moeilijke omstandigheden hè? Met wagen 17, nummer 17, Rowan Grinwis, die de leiding neemt in deze eerste heat. Het is François-Xavier Vinet, wagen nummer 2, die komt aanklampen. En de 20 zit er ook nog goed bij. Marco Paul uit Duitsland. Tweede manche met Marco Paul op de pole position voor de Fransman François-Xavier Vinet en Christopher Chani in de nummer 6. Dit is de startopstelling met concentratie voor de groene lichten die aangaan en de start vrijgegeven is. Met Marco Paul vanuit de pole position, de Duitser die aan de leiding gaat. Maar opletten voor Adrien Renaudin, voor François-Xavier Vinet. En Bartels, de Nederlander. De 37 die aan de leiding gaat. Opletten voor Renaudin daar met Marco Paul in de strijd om die tweede, derde positie. Problemen voor een moeilijk weekend voor een van de titelkandidaten. In de buik voor het peloton vinden we Jarno Govaerts 197. Maar concentratie vooraan de wedstrijd. Hier hebben we Renaudin, de 94. Bartels op de tweede positie, de 37, die daar even nog contact maakt in die laatste meters van deze heat. C'est ma première course en X30 et j'ai réussi à gagner, donc je suis super content. Merci, Renaudin. C'était inattendu. Voor de eerste maal in deze X30 senior klasse. Tevreden met zijn goede prestatie en met uiteindelijk zijn overwinning. We hebben François-Xavier Vinet boven op het podium staan als kampioen van België. Met de prijzencheck al in zijn handen, tevreden. Oui, effectivement, le collier de la boîte à air, il a cassé en finale. Le résultat était quand même là. Le résultat est satisfaisant. Motorproblemen tijdens deze finale wedstrijd. Welke waar jammer is. Puis mes parents, éventuellement. Alors, le titre de champion de Belgique, c'était clairement l'objectif en début de saison. Non, pas du tout. En als we de vraag stellen of het kampioenschap van België een objectief was in het begin van het seizoen, zegt hij nee. Ik ben met die verwachtingen niet naar België gekomen, maar tevreden met het resultaat. François-Xavier Vinet, kampioen met 119 punten. Dan krijgen we Veldessy met Grinwis, Bartels en Pierce op de vijfde positie.